Welkom bij Pulse Model Train Stuff. Je kunt het ruis op de achtergrond horen. De wasmachines staan aan. Maar ik heb een beetje weinig tijd vandaag. Dus ik doe het terwijl het ding staat te draaien. Ik sta hier eigenlijk in een soort van washok. Ik ben bezig met mijn Benelux trein. Ik had me voorgenomen om de pantografen van een TGV trein te pakken. En hier op te monteren en ik moet zeggen, het ziet er best goed uit. Ze passen goed. Ik heb hier wel een klein een rondje plastic extra in moeten doen, zodat ze beter uitlijnen en dat hij ook hij viel een beetje plat, was een beetje ingedeukt. Verder ben ik aan deze kant begonnen met het inbouwen van een led. Ik heb dat even met hot glue gedaan om te kijken of dat het goed werkt. Dat lijkt goed te gaan. En ik wilde juist beginnen aan led nummer 2. Wat ik heb gedaan is, normaal gesproken zit hier een houder waar precies een Lima lampje, volgens mij is het deze, in kan klikken. En de led is daar te groot voor. Dus ik heb bij de voorste met een tangetje de scherpe puntjes eraf gehaald. Die hem op zijn plek houden, zodat ik hem er zo in kan leggen. En dan hoef ik hem eigenlijk maar vast te zetten. Aangezien leds best wel een tijd meegaan, maak ik het niet zo dat het. Ik maak het niet dat het makkelijk te vervangen is. Het is verder een beetje oppassen met hoeveel je de pootjes uit laat steken. Want hier binnenin zit een kap. Hier binnenin zit een kap die voor het. Lichtafscherming zorgt, erg fijn. En die komt hier overheen te staan. En het is even oppassen dat je dus die pootjes ver genoeg naar achteren zet. Anders dan past de kap niet meer. En krijg je hem niet meer dicht. Dus het is even een beetje experimenteren. Ik moet zeggen, ze hebben geen ruimte overgelaten voor de bekabeling. Dus hij komt hier echt op de ledpootjes te zitten. Op zich zou dat hem al eigenlijk al op zijn plek moeten houden. Dus misschien dat ik deze aan deze kant wel gewoon niet vastzet. Hoewel. Ja, nee. Ik doe er een beetje lijm op. De vorige heb ik gedaan met hot glue. Wat zo'n lekkere klontzooi geeft. Deze doe ik met wat hard plastic lijm. Die hot glue heeft als voordeel dat ik het er altijd nog makkelijk af kan halen. Maar dat is dan ook echt het enige voordeel. Zo, ik zet deze op de hoeken vast. Meer doe ik er niet aan. En waarschijnlijk peuter ik deze los als het dadelijk allemaal goed lijkt te werken. En doe ik hetzelfde met de normale plastic lijm. Verder heeft iemand een extra kabel aangesloten. Misschien is dat vanuit de fabriek al gebeurd. Dus deze voorkant levert van twee rails de stroom. En aan de achterkant zit nog steeds de één rail pick-up. Dus deze heeft een wat betere stroom pick-up dan de meeste Lima's die ik in mijn handen heb gehad. Wat ik hier verder nog mee van plan ben, is als de verlichting er goed en wel in zit. Net als de rest van mijn collectie. Dan ga ik ook deze digitaliseren. Er zit hier echt overal hot glue. En ik wilde in mijn Lima project daar de motoren vervangen. Maar gezien hoe dat die in de tussen de behuizingen zitten en die motoren zitten vrij laag op de baan. Kan ik dat niet doen met mijn CD-motoren? Even kijken. Deze zijn te breed voor die constructie. Maar dit is weer een klassiekertje. En hier kan ik het wel in doen. Dus waarschijnlijk ga ik hier ook de motor vervangen, zodat die betere rij-eigenschappen heeft. Ik zal even moeten kijken of de motor het juiste voltage heeft. Kijken. Nou, deze doet helemaal niks. Dus dat is misschien de reden dat die CD-druif kapot was. Of mijn kabel zit er weer los. Ja, nee, mijn kabel zit er natuurlijk weer los.
Dus dat ik dit af ga maken, laat ik dadelijk het eindresultaat zien. Een van de verfijningen in het vervangen van de motor is dat ik niet meer het hele schild kapot knip, maar er eigenlijk een stuk plastic wat ik hier toch overal heb liggen eroverheen zet op deze manier. Deze kan ik iets fijner afstellen met hoe strak die moet zitten. En op die manier kan ik de motor genoeg speling geven en misschien dat hier iemand nog iets aan heeft. Zo, inmiddels weer even een tijdje verder. Alle lading is gedaan. Ik zit even te kijken hoe ik deze. Ik denk dat ik dit gewoon een stukje tape vast ga zetten. Ik ben nog bezig met de lamp goed aan het vastzetten. Maar op het rading is inmiddels gedaan. Ik kan hier dus een decoder inpluggen. En dan hoeft alleen nog maar de kapper op. En ik denk dat het allemaal gaat passen. Ik hoop dat het allemaal gaat passen. Het ziet er wel uit alsof het allemaal gaat passen. En dan is het nog een kwestie van goed schoonmaken. Want met het testen merkte ik al dat deze eigenlijk nauwelijks van zijn plek te krijgen is. Omdat hij gewoon geen goed contact maakt. En als hij goed schoon is, dan hoop ik dat hij mooi mee gaat rijden. Zo niet, dan zet ik er zo'n bruggetje op zoals deze. En dan rijdt hij analoog. Kabels maakt het dan toch niet uit. Nou ja, rijdt hij analoog. Ik denk niet dat hij heel veel zal rijden dan. Vanwege alle rotzooi. Ik heb hieronder volgens mij... Dit was een knutselmodel, wist ik al. En ik heb ook gezien deze wielset die eronder zit. Is... oh, daar valt weer iets. Net. Ja, hij kwam wat... Het pinnetje was wat te lang, te hoog. Dus die heb ik... daar heb ik ook een stukje... plastic ondergezet, zo, zodat die minder los lijkt te hangen. Motor is vervangen, zit erin. Ledjes zitten nog op. Ik heb gekozen voor, even kijken, heb ik mijn weerstanden nog hier liggen? Ik denk 2K ongeveer. Ik zat te kijken naar iets meer, iets hogere weerstand, maar dat, toen werden de lampjes erg zwak. Dat was waar ik eigenlijk voor zat te kijken naar die bij de Lima. Daar heb ik een hogere weerstand in zitten. Dus, nou, dit is dus bijna het eindresultaat. Het eerstvolgende wat ik hoop te kunnen laten zien is dat die schoon is en rijdt. Maar dat is nog eventjes even geduld. Eerst laat ik hem helemaal drogen en... Nou, bedankt voor het kijken en hopelijk kan ik hier snel nog een vervolg op maken. Ik hoop dat je het interessant vond. Like en deel en laat wat van je weten. Dankjewel.